Absolutely, Oster Bob. Thank you.
De eerste partij is 2 oktober, heb ik begrepen, in Rotterdam. Ja. En is het al bekend tegen wie? Ja, François Cornemans, ook een oud-veteraan, een Belg. Een hele bekende jongen die tegen Hoos stond, Leo Snow en nog een paar van die gasten allemaal. Ja, ja. Oké. Okay, ja, dus... ik weet niet hoe of wat voor de rest, maar vroeger was het een bikkel. Ja, ja, en er gaan geruchten ook dat een Europees titelgevecht in de lucht hangt. Ja, dat is wel tegen Peter Verschuren. Er wordt een eerste pinkstap waarschijnlijk. Er zit één kink in de kabel. Hij vecht in januari ook voor de Europese titel. Hij zit nu spel tegen Leuk van Dam. Dus ja, afwachten hoe het afloopt. Oké. Okay.
Dank u. Yeah.
Absolutely Oosterbaum. Oosterbaum. Absolutely Oosterbaum. Oosterbaum.
Jan, veel succes met je wereldtitel. Namens ons, Body Factory. Veel geluk, jongen. Knock-out of thuis? Dat dacht ik ook. Oké okay, dan. Ja, ik ga voor de eerste ronde. Oké. Okay. Welke ronde? Ik ga voor Wils. Ik heb de tegenstander. Maar als jij Jan heel goed kent, wat zou je dan toch gokken? Ja, dat ben ik wel buiten. En in welke ronde knock-out? Ik ga voor de eerste. Hij wil het niet zeggen. Oké. Okay. Thank you.
Oosterbaan. Solid as a rock. Ja, eigenlijk net klaar. Jan, hoe was het gisteravond op het werk? Zal ik maar zeggen, klaar naar huis, ja, hoor ik. Pak je brood halen. Ja, juist, dat is het. Zou je er geen kast in zitten, die rest die drukjes? Ja. Sla mijn klauwen op. Hey, hey, hey! Kijk, jouw zaak, ja. Je moet wel letten tot die stoot snel is. Die kracht die zit er al. Die stoot snel komt. Bij! Hey, hey, hey. Goed, zie je leuk, zie je. Jan, 4 juni jongen, we gaan er tegenaan. Je moet het winnen, de wereldtitel halen we binnen. En vooral Sportex drinken, Jan. Ja, hey. Sportex, alle kleuren. Zet hem op, 4 juni. En knallen. Success. 3 down. 1 to go.
Three down, one to go. Thank you.
Hij is afgesloten over 4 ronden van 3 minuten. Maar ik heb zo'n vermoeden dat we het einde niet halen. WFCA Veteran League. Thank you.
Okay.